We zijn hier op Hieronymus, dat is een psychiatrisch ziekenhuis in het centrum van Sint-Niklaas. We zijn bezig met de renovatie van een stookplaats door de vervanging van 3 ketels en de implementatie van een WKK. Verder zijn we ook bezig met de renovatie van 9 onderstations met al nodige gemotoriseerd kraanwerk en pompen en regeling. Alles om de installatie eigenlijk energie-efficiënter te laten werken. We hebben eerst de boilers allemaal vervangen en voorzien van elektrische elementen, dat de mensen warm water konden blijven hebben. De enige keer dat dat gebeurd was, zijn we begonnen met alle cv-collecteurs eruit te halen en nieuwe te plaatsen die al stukken op voorhand geprepareerd waren. En nu zijn we één voor één die aan het afwerken, elk onderstation. En dan, als dat gedaan is, als de stookplaats af is, kunnen we terug overschakelen op cv. Ja, het ziekenhuis is eigenlijk altijd in werking gebleven. Dus we zijn eigenlijk moeten gaan nadenken hoe dat we een oplossing konden bieden, vooral voor het sanitair warm water. Dus we hebben eerst gezorgd dat elke onderstation voorzien werd van een boiler met elektrische weerstand. Om op die manier eigenlijk onafhankelijk de afdelingen te kunnen blijven voorzien van sanitair warm water. Eens dat dat allemaal in orde was, hebben we dan eigenlijk de volledige kut gedaan en de stookplaats helemaal afgebroken. Zodanig dat we eigenlijk van een lege ruimte helemaal opnieuw konden beginnen.